Dag lieve vriendjes, in de vorige les hebben jullie mijn zoenvriendje de bij leren kennen. Maar zoals jullie weten zitten mijn zoenvriendjes in nesten. In deze les gaan we oplossingen zoeken om mijn zoenvriendjes te helpen. We gaan een huisje maken voor mijn zoenvriendjes, zaadbommen maken, zonnebloemen planten en tenslotte ondertekenen jullie het bijencontract. Veel zoenplezier!